Het leven van Anna was al lang geen sprookje meer. Een schaduw van moeilijkheden had zich over hem uitgestrekt, zijn dagen gevuld met zorgen en zijn hart verzwaard door de last van het leven. Op die grijze dag, dinsdag 16 april, voelde Anna de druk van zijn benarde situatie toen hij de winkel in Meerzorg binnenliep. Zijn ogen vielen op de heldere, glimmende tube tandpasta, een luxueus artikel dat hij zich niet kon veroorloven. Een moment van zwakte overviel hem, en voordat hij het wist, glipten vier tubes in zijn handen en verdwenen ze achter zijn broekspand, een wanhopige poging om zijn gebrek aan middelen te verhullen. Anna hoopte stilletjes de winkel te verlaten, zijn diefstal onopgemerkt, maar de genadeloze blik van de bewakingscamera doorbrak zijn illusie van onzichtbaarheid. Het personeel greep in en de politie werd gebeld. Voor Anna, een man wiens hart zwaar was van zorgen, was de arrestatie als een zoveelste klap. De geur van alcohol hing zwaar om hem heen, een bittere herinnering aan de pijnlijke realiteit van zijn bestaan. Hij werd meegenomen naar het bureau, niet alleen om verhoord te worden, maar ook om te ontnuchteren, een trieste ironie van zijn lot. Voor Anna was de arrestatie meer dan alleen een juridische kwestie. Het was een symbool van zijn diepere worstelingen, zijn gevecht om te overleven in een wereld die hem geen kansen bood. En terwijl hij achter de tralies werd gezet, werd zijn ziel beladen met de last van zijn daden, een last die zwaarder woog dan de tube tandpasta die hij had gestolen.